I love this book. Nou, dit is dus mijn eigen boek. Misschien moet ik daarmee beginnen. En I love it, omdat ik het heb geschreven voor Puk. Mijn hond, die een aantal jaar geleden is overleden. Hij is 17 geworden. Hij stierf in mijn armen. En de dag daarna hadden we een begrafenis in de tuin van mijn tante. En tijdens die begrafenis beloofde ik Puk om in mijn eentje alles te gaan doen wat we samen niet meer konden doen. En op het moment dat ik dat zei, was er een windvlaag en alle kaarsen waaiden uit. We hadden kaarsen neergezet, want het was een echte begrafenis. Een paar maanden later zat ik in de trein en ik hoorde een zinnetje in mijn hoofd. Ik viel in slaap, ik hoorde een zinnetje in mijn hoofd. Jij moet deze zomer naar Marseille gaan lopen. Ik schrok wakker en ik dacht, wat zou er gebeuren als ik dit zinnetje serieus nam? En wat zou er gebeuren als ik die belofte aan Puk serieus nam? Alsof het werkelijk wat betekende, dat al die kaarsen waren uitgewaaid. Nou, dat is waarom ik ben gaan lopen naar Marseille, een week later, uit naam van Puk, naar mijn moeder. En op het moment dat ik dat deed, wist ik niet dat dit een boek zou worden. Ik wist ook niet hoeveel goede dingen het me zou opleveren, hoeveel mooie mailtjes ik zou krijgen over dat boek, nog wekelijks. Ik deed het omdat ik die belofte had gemaakt aan Puk. En dat is dus een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan. En het is een heel mooi boek geworden. En ik hou er zoveel van. Omdat ik er dus elke week mailtjes over krijg van mensen die het boek hebben gelezen. En die hun leven hebben veranderd door mijn boek. En die mailtjes maken mijn dag. En mijn week. Dus daarom hou ik van dit boek.